Pargoniet TV, Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Pargoniet TV, Huldendag TV, ik ben er maar gaan kijken, omdat de GIC. Ja, en we zijn weer terug vanuit Kaaiendonk in de studio van Baronie TV. Aangezinnet, kom gerust langs. Het is hier beren gezellig. Het loopt steeds voller en voller en voller. We zijn toe aan het volgende item. En speciaal daarvoor staat hier naast mij, is het geen plaatje, Esther Henrijgers voor de fotowedstrijd. Hoi Esther. Hoi, Ronald. Hoe is het? Goed, lekker, dankjewel. Ja, mager maar gezond zeggen ze dan. Esther, jij kunt ons alles vertellen over die fotowedstrijd. Want Baronie TV heeft projecteerd foto's. Gij maakt foto's, dus je hebt er verstand van, neem ik aan. Vertel eens, wat gaat er allemaal gebeuren? Eigenlijk hetzelfde als elk jaar, maar net een beetje anders wat betreft de categorieën. We hebben dus weer een wedstrijd. Mensen kunnen allemaal inzenden, niet alleen om aan de wedstrijd mee te doen. Overigens, ze gaan sowieso altijd mee met de fotopolonaise. Maar met de wedstrijd hebben we drie categorieën. Te weten, algemeen, dus van alles, wagens, mensen. Ik zal zoiets laten zien. Hoe kijk jij Baronie TV? Dus hangend in de bank of in de kroeg of hier, ook heel gezellig. En een nieuwe categorie en dat zijn de kinderfoto's. En wat maakt dat zo bijzonder? Want kinderfoto's, kinderen kunnen natuurlijk fantastisch fotograferen, dat weten we allemaal. Maar? Nee, die mogen zeker ook meedoen, maar eigenlijk gaat het vooral over foto's waar kindjes op staan. Foto's waar kindjes op staan. Dus je neemt de foto, dan zet je kindje bovenop. Ja. Dat zou leuk zijn, want de meest opvallende, leuke, grappige, die winnen natuurlijk. Oké. Dus al die moeders denken van mijn kindje is de leukste. Dat is altijd zo met moeders. En dan stuur je gewoon je foto naar Baronie TV. Klopt helemaal. Naar foto insturen en dan komt het helemaal goed. Ik zal eens eventjes kijken, want het adres staat daar natuurlijk. Dat weet ik nog helemaal niet uit mijn hoofd. Het e-mailadres, daar komen we straks op terug, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Esther, we zien jou nog terug en de prijsuitreiking is op dinsdag, hè? Dinsdagavond. Maar eigenlijk wilde ik graag nog wat laten zien hoe het wel en niet hoort. Kan dat nog even? Ja, tuurlijk. Ik hoor het net in mijn oortje. Ik was weer vis te vlug, sorry. We gaan even naar voorbeelden kijken. Waar gaan we ze zien? Kijk. Oh, het gaat heel erg snel. Wow, zo snel kan ik niet praten. Maar in dit geval... Oké. Dit is dus een categorie algemeen. Het mag van alles zijn. Wagens, mensen, bloempotten, weet ik wel. Algemeen moet het natuurlijk wel met carnaval te maken hebben. Dat is de eerste categorie. De tweede categorie is de categorie hoe kijk je Baronie TV. Dat is wat ik net vertelde. Ja, hoe jij dus kijkt, maakt er wel wat grappigs van op te vallen. Dit is er weer één die bij algemeen hoort. Twee mooie blauwe dames. Ja, precies. Van dit jaar ingezonden dus. En dan de categorie kinderen wil ik iets meer over kwijt. Iedere opa, oma, buurvrouw zegt, oh, de mooie foto. Er staat een schatje op, alleen de foto zelf kan beter. Tegen een deur, die gaat het niet worden. Een vrouwke met een trompet, nou mooi hè? Volgens mij niet iemand om. Iets beter voorbeeld, in ieder geval niet voor een deur. Sorry hoor mensen, maar... Maak het wat spannender. Dit is dus iets beter, maar we hebben nog betere voorbeelden. En dat is bijvoorbeeld, neem ze even mee naar de tuin. Ik zag het net sneeuwen, dus ook leuk. En nog leuker, laat ze iets doen. Kijk, alle kinderfoto's zijn leuk en schattig. Maar je kunt ze leuker maken door, ja, maak ze een beetje actiever. Grotere kans om hier dinsdagavond in de studio te staan. Nou, ik had vroeger een manneke en die was al zo actief. En dan moeten ze nog actiever gaan maken. Ja. Oké. Esther, wij zien jou graag terug. En we hopen dat de mensen heel veel foto's insturen. Je hebt nou ongeveer gehoord hoe het werkt. Je krijgt straks nog wel een e-mailadres, want dat heb ik nou zo niet bij de hand. Maar dat komt vast en zeker goed. Esther, ja, gewoon baronie.tv. Gewoon via de website. Ja, gewoon via de website. Nog makkelijker. Gewoon via de website kunnen foto's insturen. Esther die gaat er naar kijken en we zien hoe vast wel terug. Ik niet alleen, dat is niet eerlijk. Vertel, wie nog meer? Corrie, Smit, Soepnee en Alfons. We zijn met drie man sterk. Dat zijn echte vaklui, hè? Corrie Smits van de BCW. Alfons zegt me niet 1, 2, 3 iets, maar zal ook vast verstand hebben van fotomaken, denk ik. Oké. Esther, hartstikke bedankt en we zien jou graag terug. Esther Henrijgers. En dan heb ik nou Kevin van Gils en Victor van de Westerlaken. Kom eens naar boven toe, mannen. Denk om het opstapje. Ja, je mag van mij betreft...
We zullen jou aan de andere kant zetten, hoor ik net. Want dat is toch wel makkelijker voor het plaatje. Wie is Kevin? Hoi Kevin. Victor. Victor, ik ben Ronald. Jullie komen uit Ulvenhout, Bosuilendorp. Helemaal juist, Bosuilendorp, precies. En hoe is de carnaval daar? Super, hè. Elk jaar weer helemaal top. Iedereen doet zijn best. Oké, goede prins dit jaar? Ja, zeker. Hoe heet die? Prins Kees Kenzen. En dat is een bekende Ulvenhouter, denk ik? Ja, best wel. Best wel. En als hij het niet is, dan wordt hij het wel. Dan wordt hij het wel. We gaan met jullie een praatje maken over wagens bouwen. Want dat doen ze in Ulvenhout ook natuurlijk, hè? Vertel eens, waar zijn jullie mee bezig? Nou, het is, Kevin heeft vooral de bouw in de loop van de weken gefilmd. En het is hartstikke leuk om te zien hoe die, vooral de jongeren, dat nog steeds actief zijn en gemotiveerd om iets moois te bouwen. Ja, dat is ieder jaar weer verrassend. Oké. Ja, ik heb ooit zelf een keer mogen paverpollen. Dat is van die chemische troep, weet je wel, maar die is met klei en allemaal, je zit helemaal onder. Werken jullie daar ook mee of niet? Nee, alleen papier. Ook goed, de oude methode nog. Nou, we gaan eventjes kijken naar het filmpje en dan mogen jullie zelf commentaar geven. Als het goed is, komt het filmpje eraan. De wagenbouw in Ulvenhout. Ja, Kevin heeft het op zich zo'n paar stukken gefilmd. En, het is natuurlijk nog steeds hartstikke leuk dat er nog steeds ruimte is. Ter beschikking is dat ze kunnen bouwen. Omdat het zulke grote wagens zijn. Je hebt een aardige ruimte, hè? Ja, het is... kunnen ze ook met meerdere verenigingen kunnen ze dat recht. En die is een broekzak dan af, zou dat dan? Ja, klopt. Hey, wat is dit? Dit is een kippengaasmodel en dan gaat dat papier overheen in elkaar, hè? Ja, daar gaat het papier mache overheen en wordt dan gelijmd door een aantal lagen. En, dus ja, telefoonboeken en dergelijke zijn ook gruwelijk welkom met die lui. En dan hebben ze daar de basis. Ze hebben in Ulvenhout nog geen telefoonboeken op internet staan, of? Nee. Ja, het is goed dat ze er zijn, hè, die telefoonboeken. Kijk, dit wordt wel mooi al. Dat is mooi, hè? Dat is heel een beetje hoe het gaat worden. En met de techniek, tegenwoordig met hydrauliek, kunnen ze dingen laten bewegen en draaien. Wagenbouw in Ulvenhout. Nou, hij moet nog helemaal in de verf, hè? Wat kost zo'n wagen nou? Mag je dat vragen? Ik zou het echt niet weten. Dat is verstandig. Ja, ik zou het ook niet weten. Ik denk een hoop geld. Laten we dan maar vanuit gaan, hè? Waar is denn deze mee bezig? Die is bij papier machine plakken over het gaas. Zodat het goed kan drogen, want aan de tijd kunnen ze het gaan spuiten, verven. Nou ben ik wel eens in een bouwschuur geweest en dan was het verschrikkelijk koud. Hoe is dat bij jullie? Ja, klopt. Het is ook koud. Je hebt allerlei verwarmingen. Die staan ook aan. En dat scheelt dan een beetje. Om, warm genoeg om de veren te laten drogen. Ja, precies. Kijk, het onderstelletje zag ik. Ja. Een beetje beschermd in plastic. En dan gaan we nou nog 2 weken voordat op, toch? Want dan is het in één keer een stuk verder natuurlijk. Hè? 27 januari, kijk eens. Ja, dat is de spanning om het toe te nemen. Ja, die gasten zijn nou nog allemaal dag en nacht door het werk om het toch op tijd af te krijgen vanmorgen. Dus ik had wat knapper, dat ze die weer op kunnen brengen. Om toch weer helemaal af te werken. Dat is echt, chapeau. Dat is een race tegen de klok, hè? Ja, echt race tegen de klok, ja. En heeft er jou iets tegen gezeten of het alleen maar voorspoed gehad? Ja, volgens mij. Ja, ik weet niet precies hoe het zit, maar volgens mij hebben ze niet veel tegen gehad. Oké, want er gebeurt meestal op het laatste moment gebeuren nog dingen die je eigenlijk niet wil, hè? Heb ik wel eens gehoord. Ja, dat klopt, dat is altijd. Maar het is altijd de race tegen de klok. Dat is het enige wat tegen zit. Nou, je kunt niet alvast in de zomer beginnen, dat schiet niet op natuurlijk. Kan, maar ja. Ik kan me voorstellen dat je dan carnaval even denkt van nou, even rustig. Ja, dat plakwerk, dat is wel bijzonder, want wat voor lijm gebruikt je dan? Is dat speciale lijm of echt die ouderwetse behanglijm nog? Volgens mij gewoon ouderwetse behanglijm. Het is een grote stappen snel thuis. Maar het is heel precies werk, heel veel geduld hebben om toch netjes, omdat je de tijd die je thuis druk hebt, toch weer rustig en secuur te werken. De ene was aan de achterkant al met verf aan de gang, zag ik, aan spuiten. Terwijl ze hier nog aan het plakken zijn, klopt dat? Of? Precies, een paar meter verderop zijn ze aan het plakken, terwijl aan de andere kant al wel. Met die zegt aan het spuiten zijn. Continu proces, hè. Oké. Nog 1 week voor de optocht zie ik hier. Nou, het begint al kleur te krijgen, zoals we zien. Het zijn wel prachtige koppen, hè. Ik moet kijken.
geweldig. Wie heeft hem ontworpen? Dat zou ik niet weten. Jij bent toch wel Kevin Vergils? Ja, weet jij het toevallig? Nee, ik weet het ook niet, maar ik vind dat knap hoe ze toch zelf uit hun hoofd iets op papier zetten en dan helemaal zo'n beeld kunnen maken. Dat vind ik echt om het in verhouding te kunnen maken. Ja, want het is natuurlijk niet alleen wat we nou zien, het in elkaar zetten, maar het ontwerp. En dan moet het ook nog aan veiligheidseisen voldoen, hè? Wat zijn zowel veiligheidseisen voor een carnavalswagen? Weet je die zo? Ja, natuurlijk de staat van het onderstel en mechaniek moet ik wel kloppen, hè? Dat moet ik allemaal goed werken. Brandblussers? Uiteraard brandblussers, voor het geval dat. Oké, en hoe gaan jullie om met het, ik weet niet of dat bij in Overnoot in het Bosuilendorp ook is. Bij ons in het Kielengat hebben wij een confetti-probleem. Er mag niet meer uitgebreid met confetti gestrooid worden, want de gemeente zegt, dan zullen we het zelf op moeten ruimen. Dus hoe is dat bij jullie? Dat is allemaal gelijk, wel. Overnoot valt ook onder Breda, dus dezelfde regels. Maar ja, dat moet een beetje ruim zien, hè. Je knijpt er nog eens gedicht. Ja, oké. Het ziet er fantastisch uit. Waar kunnen we hem nog bewonderen, behalve in Overnoot? Of blijft hij echt in Bosuilendorp? Ja, ik weet niet welke wagen heeft dan doorgaat nog mee naar Breda toe, maar ja, dat zien we dan maandag wel. Oké. Nou, we zijn benieuwd. We gaan maandag kijken naar die prachtige wagen van Bosuilendorp. En het zag er fantastisch uit. Dit was eventjes de afdeling wagenbouw uit Overnoot. En we gaan eventjes naar de reclames. Oh, ik ga naar de bank. Ik ga niet naar de reclame, ik ga naar de bank. De toiletdames komen eraan. Hey, tot zo. Succes, hè? Was ja gezellig allemaal, hè? Sowieso weer. Ja, het is weer helemaal gezellig hier, hè? Oh, dat ben ik was al lang geleden dat ik jou gezien heb. Ja, dat is zeker. Ik ben op het laatste moment gebeld en ja, Bets is ziek. Verschrikkelijk. Och, waar heet ze? Geen idee. Oh. Maar ze kon in ieder geval niet. Nou ja. Gezellig, dat ga je dan nog eens doen. Ja, nee. Het is altijd wel hard werken, hoor, hier zo, vind ik. Ja, ja. Ja, vies hier. Ja, hier ja, zo? Oh. Ja, zeker zeikers. Echt waar? Ach, niet te geloven. Nee. Dus thuis moeten ze het ook altijd zelf doen, hoor, de wc schoonmaken. Dus, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat vandaag weer zal zijn, hè? Ja. Ik heb onze Rachel meegenomen. Oh. Ik kan niet zo goed alleen zijn. Oh. Nou, okay, gezellig, ja. Toch? Een gepoes bij het. Zo is het. Ja. Mooi. Nou. Gezellig. Ik heb al een hele rijk breien. Hé, hey, en hoe is het nou met jullie Jan tegenwoordig? Met onze Jan? Ja. Ach, onze Jan. Je weet hoe die is, hè? Ja. Ach, hij had gisteren, dat was leuk, hoor. Komt hij daar aan, hij had zijn jas aan gedaan. En hij had mijn jas ook bij. Hij zegt, hier schat, trek uw jas alvast aan. Ik zeg, oh Jan, oh, dat vind ik zo leuk. Neem er me weer eens mee uit. Hij zegt, nee. Ik ga in het café en ik heb de verwarming alvast uitgezet. Nou, dat is toch wel. Een romanticus, hoor. Ja, nee, onze Piet dan. Ik kwam van de week zomaar boven. En toen was ik net wakker en hij komt aan en met een glas water en een paracetamol. Ach, wat een schat. Ja, ik zeg, lekker. Waar is dat voor? Oh, dus je hebt geen hoofdpijn, zegt hij. Oeh! Jullie Piet, ja. Nee, dat is maar waar, ja. Oh, leuk. Nou, het is rustig hier vanavond, zeg. Ik ben benieuwd of het wel wordt. Zou er nog naar voren komen, denk ik? Ik heb geen idee. Ach, het is stilletjes. Dan zou we even pauze maken. Ja. Staan we? Ja. Was dat jouw beurt dan? Of doe samen pauze? Doe gelijk samen gelijk. Gezellig, hè? Kan makkelijk. Had trouwens nog woord van ons Piet. We hadden al handen over ons Piet, hè? Piet die gaat pas alleen naar zo'n chic restaurant, hè? En, dan, en daar bestelt hij zo'n drankje, echt zo'n cocktail, zo'n dure, hè? Ja. En hij moet piezen. Dus ja, ik denk van, nou, ja, ik moet echt piezen, maar dat drankje. En trek hij alles weg, hè? Drink eens ervan. En zegt, nou, ik had er een briefje even gelegd, maar ik heb erin gespuugd. Oh, dat is slim. Gespuut. Ja. En gaat piezen, hij komt terug, wat denkt hij? Nou. Briefje dan even, ik ook. Oh, god. Ja. Ik zou het gewoon opdrinken, ik een mas, ja. Tegenwoordig. Ja, je weet dat allemaal niet, hè? Dat maakt allemaal niet uit. Nee, dus. Hé, hey, en wat vinden we van een bos? Ja, is duidelijk, zeg. God, jij bent een vriend van Barenie TV. Ja. Leuk. Ja. Wat kost dat nou? Wat kost dat nou? Om met je vrienden te horen? Geen idee. Geen idee. Maar gewoon een vriend worden. Maar nee, het is belangrijk, hè? Oh. Een vriend worden.
Want anders hebben we hier over een paar jaar gewoon geen Barnet TV meer, hè? Oh, dat is niet leuk. Nee. Dat is niet leuk. Dus, mooie bros op. Allemaal vriend worden van Barnet TV, hè? Zo is het. We weten niet wat het kost, maar maakt niet uit. Dan vragen we even na. 25 euro cent of zo. Ik ben een vriend van Barnet TV. Ja, hartstikke leuk. We kunnen niet van piezen. Toch? Nee. Maar ik kan even pissen nog. Ach, goed hoor, goed hoor. Houd het een beetje netjes, hè. Houd het een beetje netjes. Wat kost dat? 25 euro cent, schat. Oh, dat zie ik al. Jongen. Hé, wat een lawaai. Was je niet verkeerd? Ach, nou geit, zegt ja. Dus, hé. Zal wel goed komen, hè. Zal wel goed komen. Geweldig, de toiletdames waren daar. Ik wil erop lachen dat ik het zie. En ik ben maar de opnames geweest, dus ik weet wat er zich van tevoren heeft afgespeeld. Inmiddels zitten we met z'n allen gezellig op de bank, zoals jullie zien in Rondje Baronie. Nogmaals, als je zin hebt, kom deze kant op, want het is hartstikke gezellig in de studio. Links van mij zit Henk Zeleg. Dag Henk, goedenavond. En rechts van mij zit Ton van Ispen. Hi Ton. Ja, goedenavond hè. Hoe is het met de mannen? Gaat goed? Ja, perfect. Leuke dag gehad. Beetje kou nou, het sneeuwt, maar voor de rest was het allemaal goed. Ja, maar carnaval met 30 graden is ook niks hoor. Nee. Maar we hebben vandaag een schepje bovenop gedaan, want dat is ons motto. En dat viel met bakken uit het heen, dat zagen we net wel. Alleen, die serpentine is maar één kleur, dat is alleen maar wit. Dus hopen dat we morgen wat meer bij krijgen. Maar het gaat vandaag eens weg, die serpentines en die confetti. Dat is niet te kou hoor wel. Oké, we gaan kijken naar Totteringen. En daar hebben we een intocht gehad en Henk die heeft het gefilmd en gemonteerd en onze Tony neef van mij die gaat er alles van vertellen. Totteringen. Ja. Ja, daar zijn we. Teteringen en Totteringen, dat komt van de ringen van Breda van vroeger tot aan de ringen van Breda. Nou, de Sik op het Sikkeplein was het op dat moment nog officieel Willem-Alexanderplein, want dat wordt straks omgedoopt. Allemaal de wagen op. En we gaan nu eerst eens naar de prins. Vroeger deden we eerst altijd de jeugdraad prinses naar en zo ophalen. Maar vanwege het feit dat de prins in het bos woont, hebben we het nou maar omgedraaid. Dan gaan we eerst naar prins Tony. Oh, daar is hij al. Helemaal blij dat we toch gekomen zijn. Kees moest in de wagen, de prinsenwagen, achteruit de Valkenstraat oprijden. Maar dat heeft hij geweldig gedaan. Dus... Nu spreekt hij ons allemaal toe. Tony voor het tweede jaar, prins van Totteringen. Hij doet het goed, hè? Hij doet het hartstikke goed, maar hij is eigenlijk al jaren en jaren actief in het carnaval. En dit is eigenlijk, ik zei het van de week nog tegen hem, de slagroom op de taart voor hem. Dat is altijd zijn grote wens, is ooit nog eens prins te worden. En dat deed hij. Nou, dit is het narke Marieke. En het mij verbazen dat die pop nog steeds op dezelfde plaats stond als vorig jaar. Nou blijkt dat vorig jaar haar broertje naar was. Oké. Dus die pop die heeft daar het hele jaar gestaan. Dat zit er een beetje in de familie. Ja, dat, ik zeg, hebben jullie nog een broertje of zusje? Nee, het was nou op. Marieke. Naar Rinneken of naar zeggen wij gewoon natuurlijk in Totteringen. En toen gingen we verder, want toen moest ook nog een politieagent opgehaald worden. Die had je nog mooi... Het narre onderkomen gefilmd, de Henk. En we gaan nou met de jeugdraad hier ervoor oprijden. En dan gaan we met de twee wagens dorp erin. En dan gaan we eerst ophalen, dat is de politie, dat is Matthijs. Daar staat hij al naar links. De jeugdraad die heeft dus een nar, een politie en natuurlijk een jeugdprins. Dit jaar een prinses. Maar die gaan we straks ophalen. Dit is Matthijs. En Matthijs die onthult samen met prins Tonio het... Bord is in een tuin en hiermee is zijn residentie ook officieel. Dus iedereen weet hem nou te wonen ook gelijk? Ja, het is aan de Adrien Oomstraat, is eigenlijk langs de Oosterhoutse weg. Dus iedereen die richting Oosterhout gaat, die komt er langs. Die kan het zien aan de linkerkant dat je vanuit Breda komt. Nou, allemaal tuteren als je langskomt. Nou, gaan we terug de wagen op, want de belangrijkste van de jeugdraad die moest natuurlijk ook nog opgehaald worden. En dat was prins... Oh, hier is ze. We zijn er al, Henk. Kijk, film zo snel. Prinses Sanne. Ja. In de hanen. Volgens mij is dat de eerste keer dat we een prinses in de hanen hebben. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dat... Ja, dit was natuurlijk geweldig.
Dat wist Tony Jo helemaal niks van. Hij moest uitstappen en moest in de limousine plaatsnemen. Dat deed hij wel geren natuurlijk. Ja. En ik zei er tegenheen, ga er ook in zitten, kun je ook eens van binnen filmen. Maar dat deed hij denk ik toch niet. Dat is niet voor Henk weggelegd. Dus die limousine die reed achter de optocht aan, bleef nog eventjes ergens verscholen in de straten. Dus eigenlijk kwam de jeugdraad compleet en de raad van 11 niet compleet op het plein aan. Ja, de prins was zoek. Dus er was even een klein beetje consternatie. Maar goed, in de tussentijd speelde de kapelletje, de flanellen. Het is altijd heel erg leuk. Daar is hij toch weer. Ze hebben hem gevonden. Hij zat in de limousine. Eerst kwam de tweede bestuurder uit en toen uiteindelijk Tonio. Wat hij ook elk jaar doet samen met de jeugdprins prinses is op het plakkaat zeg maar het Sikkeplein of het Willem-Alexanderplein omdopen in het Sikkeplein. Je zou zeggen het is zonde van het bier, maar het mot. Nou, het is een biertje, nee. Er zat toch zoveel in het vat. Oké. Ton en Henk, hartstikke bedankt voor deze geweldige reportage. We zien jullie snel weer terug, neem ik aan, want jullie hebben nog meer, hè, morgen weer. Goed. Ondertussen gaan wij eventjes naar de reclames.